We zijn hier dus op de splitsing of de scheiding van het Molenken en de Langhalsbeekstraat. Aan de ene kant zie je daar de ingang van het stort van SVK. Daar zijn de huizen. En hier aan deze kant zijn de terreinen van SVK. Waar dus de camions zich laten wegen en die komen van hieruit gereden. Die steken hier dan de straat over. En die gaan daar dan hun asbest gaan storten aan de overkant. Je ziet hier op de weg duidelijk sporen van de camions die hier de straat oversteken. We gaan dat nu ook doen. We steken hier dus de straat over. Dus daar is het stort. En hier is de straat. Maar de vraag is of dat hier allemaal wel zo veilig is. Rekening houdende met de directe aanwezigheid van huizen. Hier komen we nu op de weg waar de camions op rijden om dus naar het stort te gaan. Hier links is het stort. En hier rechts zijn de huizen van de Driegaaienstraat. We wandelen hier verder langs het stort op de weg die de camions bereiden. En wat merken we hier? Hier ligt een stuk asbestplaat. Een stuk dat verbrijzeld is. Dus we gaan hier nu een keer een staal nemen om te kijken wat er hier in de directe omgeving van asbest eigenlijk aanwezig zal zijn. We gaan hier nu verder. Hier rijden camions naar beneden. En we zien hier weer stukken met asbestplaat op de weg liggen. Kijk hier, ja. Hier ligt dus ook nog een plaat met asbest. Ik zie daar ook nog een stuk liggen. Dus hier liggen verschillende stukken. Ook gebroken asbest. We gaan hier een staaltje nemen van de grond. Ook hier weer stukken asbest op de grond. Dus ik doe ook precies ook een dakpan. We gaan hier ook een staaltje nemen. Hier rijden de camions op. Hier worden zij vermoedelijk ook afgespoten, nat gespoten. Want dat merk je aan de vele sporen die hier op de grond zijn. De koeien die grazen daar lekker. En we gaan hier ook eens een keer een staal nemen. We lopen hier nu weer verder over het stort. Op de plek waar dat er nu nog altijd asbest wordt gestort. En hier zien we weer op de grond stukken asbestplaat liggen. Dus het is niet zo dat alle asbest allemaal goed is afgedekt. Camions rijden hierover. Hier is de hoek van het stort waar dat nog recent is gestort. Hier staat een wagen waar dat ze waarschijnlijk gebruiken ook om nog de camions af te spuiten. We wandelen hier verder richting het meest recente, laatst gebruikte stuk van het stort. En wat merken we hier op de grond? Hier liggen allemaal stukken asbest verbrokkeld op de grond. Dus we gaan hier een staaltje nemen en zien wat dat geeft. En dus we gaan nu terug naar de weg waar dat de camions oprijden. Daar zie je dan de N70, dus de huizen daarvan, daar rijden mensen. Dus als we verder kijken, dan zien we hier een tweede put van scheerders. En die zouden ze ook graag willen laten vergunnen om verder asbest te storten. Alsof het nog niet erg genoeg is met dit wat dat ze hier nu hebben. We wandelen hier verder op de weg waar dat de camions rijden. Links van ons het stort. Rechts van ons de huizen van de N70 en voor ons hier op de grond een kapotgereden plaat van asbest. We stappen verder en je zou denken, ja, het is hier de enige. Maar hier ligt dan weer een plaat asbest die kapot is gereden.